schitterend kasteel. Bij het kasteel was een vijver met over de nieuws. Daar speelde de prinses vaak de gouden bal. Maar op een dag viel de bal met een grote plons in het water. Dat deed de kikkers ontwaken. Samen met de kikkers wekken wij nu de vijver tot leven in een sprookjesachtig waterballet. Ladies and gentlemen, girls and boys. Once upon a time, there lived a princess in a beautiful castle. Close to the castle, there was a pond with enchanted frogs. Often she played with her golden ball, but one day the ball fell in the water with a big splash. It awakened the frogs. And now, together with the frogs, we will bring the pond to life into an enchanted water valley. Laten we samen aftellen. 7, 6, 5.